Het was de derde klassieker die ik won. Ik ben er toen naartoe gegaan dus om dus wat punten nog bij te halen of wat plaatsjes te winnen voor de superprestige Pernod. Ik had dus net Parijs Tours nog gewonnen, 13 dagen ervoor. Dus ik had het daar natuurlijk wel goed op staan. Ja, het liep fantastisch. Tot aan de muur van Sormano. Mentre l'aria inizia a riempirsi del profumo delle foglie morte, i corridori ed i loro spettatori si preparano per l'ultima e difficile classica dell'anno. Nell'Albo d'Oro risaltano i grandi, come Coppi e Merckx. L'edizione più dura è stata vinta da un olandese e ancora oggi i corridori olandesi vengono fin qui per sperimentare e vivere la passione di questa corsa e, naturalmente, per vincerla.